Het is heel simpel. Mijn winkel zou niet meer bestaan als ik niet aan social media deed. Als je iets wil doen met social media, dan word je verplicht ook om naar jezelf te kijken. En daarnaast heeft het mijn omzet een boost gegeven van 65%. Ik ben actief op Twitter. Twitter. LinkedIn. Foursquare. Facebook. De mensen die er nu en via de Twitter streamen ook naderhand over praten, dat geeft een enorme boost. Ook voor andere mensen van, we hebben iets gemist, we moeten erbij zijn. Het is ook empowerment van jezelf als individu en als persoon. We zijn onze eigen ervaringen zijn we aan het delen en dat maakt het extra krachtig. Onder mijn eigen naam ben ik gaan twitteren met mijn eigen foto. Ik ben die grote muur die ik om me heen had, ben ik gaan afbreken. En ik kwam aan 1000 volgers en aan 2000 en aan 3000. Ik denk, jongens, echt sky's the limit. Het is heel belangrijk om jezelf letterlijk zichtbaar te maken op social media, zodat potentiële klanten zien dat er achter jouw dienstverlening ook daadwerkelijk een mens schuil gaat. Ik heb geen strategie. Ik heb geen marketingplan. Ik ben gewoon wie ik ben. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van wat er in de wereld speelt. Zorg ervoor dat je gewoon leuk bent om aan tafel te zitten. Draai het proces om. Ze moeten zorgen dat ze jou weten te vinden. Ik twitter heel veel. Het is een enorme goede tool om mezelf bekend te maken, om uit te leggen wat ik doe. Ik help heel veel mensen. Ik geef ook heel veel tips en adviezen. Het is altijd persoonlijk. En daarin hebben kleine ondernemers een grote voorsprong op grotere bedrijven. Omdat juist in dat stukje jezelf, als je dat durft te laten zien, dan kun je dat branden, daar zit je kracht, dan ga je opvallen. Wat het mij heeft opgeleverd is dat ik nu in een ritme zit waardoor ik 2-3 keer per week door klanten spontaan wordt gebeld. Zonder koude acquisitie. Dus ik denk niet dat het een vraag is of social media baanbrekend is en succesvol wordt. Maar dat het meer de vraag is wanneer het voor jou verstandig is om in te stappen. En naar mijn mening is dat nu. Communicatie is inhoud en vorm. Als wij gaan communiceren en we hebben een belang, een commercieel belang, dan is dat vaak vertrekpunt, daar doen onze hersenen iets mee, dus we gaan sturen en de vraag stellen. Je kunt geen beeld van jezelf creëren online wat niet klopt met de werkelijkheid. Ik vond het een hele fijne dag, veel energie van gekregen, ideeën opgedaan. Het is een gevoel dat achterblijft. En het gevoel is inspiratie. Nadenken over wat wil ik en waar word ik blij van, waar krijg ik energie van en daar keuzes in maken. Ik heb vandaag echt wel gezien van, oké, hoe kan ik het beter inzetten? Mijn belangrijkste tip die ik kan geven over social media is maak een start. Probeer het gewoon. Wees nieuwsgierig. Investeer er minstens 2-3 maanden in. Ga gewoon kijken wat jou ligt, wat jij leuk vindt en ga daar je ding doen. Gewoon doen. Stoppen kan nog altijd. Je kunt niet meer zonder social media.